Okay, dit is Stefan van wetenschapschool.nl, hier een filmpje over het rekenen met het begrip versnelling. Nou, de versnelling berekenen was volgt: delta v gedeeld door delta t is a. Delta v is hier de toename van de snelheid. Delta stond altijd voor toename van en v stond voor de snelheid. Dus dit is hoeveel er bij de snelheid bij is gekomen, hoeveel de snelheid is toegenomen tijdens een beweging. Dit is de tijdsduur en a is de zogenaamde versnelling. Nou, de eenheid van de versnelling, zoals we hier kunnen zien, is meter per seconde per seconde en dat schrijven we ook wel als meter per seconde kwadraat. Nou, wat staat hier nou eigenlijk? Nou, stel dat de snelheid van een voorwerp elke seconde met 1 meter per seconde toeneemt. Dan kunnen we ook wel zeggen dat de snelheid 1 meter per seconde per seconde is toegenomen, oftewel de eenheid van de versnelling. Is meter per seconde per seconde. En dat korten we af tot meter per seconde kwadraat. Nou, en hier komt die eenheid dus vandaan. Dit is dus hoeveel meter per seconde er per seconde bij de snelheid bij bijkomt. Nou, nu nog even iets over delta V, de toename van de snelheid. Er geldt, zoals altijd, als er zo'n deltaje voor staat, dat delta V gelijk is aan V eind min V begin. Nou, stel een auto versnelt van 10. Naar 15 meter per seconde, dan weten we dat de toename natuurlijk 15 is. Er is 15 bijgekomen. En dan kunnen we even checken of deze formule echt werkt. 25 min 10 is inderdaad 15 meter per seconde. Nou, ook een vertraging kunnen we op deze manier beschrijven met dezelfde formule als voor de versnelling. Stel dat een auto gedurende 4 seconden vertraagt van 20, uh, 40 naar 12 meter per seconde, dan is delta v v eind min v begin, v eind. Is 12. V begin is 40. 12 min 40 is min 28 meter per seconde. Als we dat dan invullen in deze formule, delta v is min 28, delta t was 4 seconden, dan vinden we min 7 meter per seconde kwadraat. Een vertraging wat we hier hebben, want hij is van 40 naar 12 gegaan, geeft dus automatisch een negatieve versnelling. Dus we hebben geen extra letter nodig voor het begrip vertraging, want een negatieve versnelling is gewoon hetzelfde als een vertraging. Dus zowel voor de versnelling als de vertraging gebruiken we deze letter a. Nou, let erop dat een vertraging niet hoeft te bewegen betekenen dat een vorp achteruit beweegt. Dit is heel belangrijk. Stel dat bijvoorbeeld een auto vooruit gaat en remt, dan gaat hij natuurlijk vooruit, hij gaat wel steeds langzamer vooruit, oftewel hij vertraagt, maar hij gaat toch steeds vooruit. Een negatieve versnelling betekent dus niet dat het voorop achteruit gaat. Men kan zowel vertragen vooruit als achteruit. Het zegt dus niks over vooruit of achteruit. Het zegt alleen maar dat de snelheid afneemt. Nou, we hebben ondertussen gezien de toename van de snelheid delta V en de gemiddelde snelheid V gemiddeld. En het is heel belangrijk om die twee begrippen uit elkaar te halen, want vaak hebben ze totaal andere waarden, zelfs als we dezelfde situatie bekijken. Dus stel een auto versnelt van 1 naar 4 meter per seconde, dan is delta V, de toename van de snelheid, gelijk aan v eind min v begin. 4 min 1 is 3 meter per seconde. Dus delta V is nu 3. Maar als we de gemiddelde snelheid hier gaan bekijken, dan is het 1 plus 4 is 5 gedeeld door 2 is 2,5. We vinden dus echt een andere waarde voor delta V en V gemiddeld. Het is dus echt belangrijk om te kijken, oké, okay, met welke formule werk ik? Als er delta V in staat, dan gebruik je deze. Als er in de formule v gemiddeld staat, dan gebruik je deze waarde. Nog een voorbeeld. Een auto versnelt eenparig van 20 naar 30 meter per seconde. De versnelling van de auto is 1,2 meter per seconde kwadraat. Bereken hoe lang de versnelling geduurd heeft. We willen dus een tijdsduur weten. Even de gegevens noteren. Delta V die weten we. Dat is eind min begin. V eind is 30, V begin is 20. 30 min 20 is 10. De A die is gegeven in de vraag 1,2 meter per seconde kwadraat en we willen dus delta T weten. Dan pakken we de formule erbij die we daarvoor nodig hebben. Nou, hoe zie ik dat ik deze formule moet gebruiken? We hebben een delta v en we hebben een a en we willen delta t weten. Nou, die letters zitten allemaal in deze formule. We willen delta t dus weten, we weten v en a, we moeten de formule dus even omschrijven. Nou, dat doe ik in twee stappen. Eerst wil ik de breuk even wegwerken, dan gaat die delta t naar die kant. Dan staat hier delta v is a keer delta t. En dan halen we de a naar die kant en dan houden we deze formule over. En die kunnen we dan invullen. Delta t was 10. A was 1,2 en dan vinden we een tijd van 8,3 seconden en dat wilden we weten. Hoe lang heeft die versnelling geduurd? Nog een iets ingewikkelder voorbeeld: een auto versnelt van 36 km per uur naar 90 km per uur en legt 200 meter af tijdens deze versnelling. Nou, eigenlijk als we met versnelling werken, dat doen we altijd in meter per seconde kwadraat. Dus we willen eerst alles omrekenen naar meters en meter per seconde. Nou, de verplaatsing 200 meter die is al in meters, daar hoeven we niks aan te doen. De beginsnelheid, 36 km per uur, delen we door 3,6 en dan hebben we 10 meter per seconde. En de eindsnelheid wordt op dezelfde manier 25 meter per seconde. Nou, met de begin- en eindsnelheid kunnen we dan even V gemiddeld en, v en delta V uitrekenen. V gemiddeld, dat is de beginsnelheid, 10, die stond hier, plus de eindsnelheid, 25, gedeeld door 2, is 17,5 meter per seconde. En delta V was V eind min V begin, 25 min 10, is 15. We zien weer dat delta v en v gemiddeld daadwerkelijk een andere waarde hebben. Nou, dan pakken we de eerste formule erbij. Delta x gedeeld door delta t is v gemiddeld. Kijk even wat we weten. We weten delta x, 200 meter. We weten v gemiddeld 17,5 meter per seconde. Delta t weten we nog niet. Nou, van deze formule weten we delta v, die staat hier, 15. En de a, die willen we weten. Nou, deze formule kan ik nog niet gebruiken, omdat we weten delta t niet. Dus ik kan hem niet invullen. Maar bij deze formule weet ik twee dingen. Ik weet delta x en ik weet v gemiddeld. Dus hier kunnen we de delta t eerst even uitrekenen. Schrijf ik de formule even om: breuk wegwerken, v naar de andere kant. En dan vind ik delta t is delta x gedeeld door v gemiddeld. Dat wordt 200 meter gedeeld door 17,5. Dit was v gemiddeld hier. Is 11,4 seconden. Nou, nu heb ik dus de tijd. En die heb ik ook in die andere formule. Dus nu kan ik deze formule wel gebruiken. Ik hoef hem niet om te schrijven. Delta V door delta T is A. 15 dat was delta V. Die stond daar. En de tijd hebben we net uitgerekend. 11,4. En dan vinden we een versnelling van 1,3 meter per seconde kwadraat. En dat wilden we weten. De versnelling van die auto. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like knop. En vooral ook op de subscribe knop. Voor het volledige lesprogramma kan je terecht bij wetenschapsschool.nl See you next time!